Hoi, ik ben Wim Baljeu. Met Avico toer ik door Mallorca en op dit moment ben ik in de buurt van Porreres om heel speciale tomaten te halen. Ik ga voor mijn gasten muskaatpompoen gevuld met tomatiga de ramayet, kip en zoete aardappel maken. Lekker. Hi, buenos días. Mira, aquest cultiu és un dels cultius d'Agromart i tot és tomàtica de ramallet. Són 2 hectàrees i la tomàtica de ramallet té la qualitat que dura molt al llarg del temps. És una varietat tradicional d'aquí de Mallorca, té més de 300 anys d'història i se cull ara en l'estiu, se guarda i la pots guardar de 10 o 12 mesos al llarg del temps i se pot consumir. Het wordt echt een superlekker stoofpotje. Hè? Kipfilet, paprika's, klein beetje gerookte paprikapoeder. Beetje look, mag ook. Straks komen er nog olijfjes bij. En tomaten. Eerste stap is de kip. Mooi krokant bakken, dat mag zo'n beetje... Die paprika's die mogen er al in. 1 lepeltje bloem voor de binding. Klein beetje tomatenpuree. En sinds vandaag ben ik de grootste fan, en ik kan het zelf uitspreken, de Tomatiga del Ramayet. De lekkerste tomaten van de wereld. Kijk hoe mooi dan die blinken. Ook de jus die vrijkomt, die hebben we natuurlijk allemaal nodig. Kijk, alles samen. Dus ook die kip gaat daar terug bovenop. Zo. Moment suprême. Onze pompoen gaan opvullen. Want het is wel belangrijk dat we dat dan volledig luchtdicht... Kijk, ik ben er helemaal enthousiast over. Alles samen... 1,5 uur bakken. Die zoete aardappelblokjes zijn al lichtjes voorgestoomd. Goeie match met die pompoen ook. Wat een heerlijk eiland. Op deze heerlijke plek heb ik net pompoen in zoutkost gemaakt. Gevuld met tomaat, Spaanse kip en zoete aardappelblokjes. Heb je er ook zo'n zin in gekregen? Ga dan snel naar avico.nl voor het recept.